Een laffe dader in de volgende zaak. Hij overviel een prostituee in Den Haag. Nadat hij daar al had vastgebonden, sloeg hij er een aantal keer hard met zijn vuist in haar gezicht. Maar zoals u ziet zijn er duidelijke bewakingsbeelden van de dader. Wie herkent deze man? Hij loopt hier zaterdagavond 23 mei in de passage van de Hunsestraat in Den Haag. Hij stapt binnen bij een 20-jarige prostituee. En omdat hij vooraf moet betalen, ziet hij precies waar ze haar geld bewaart. Wanneer de gordijnen dicht zijn, bindt hij de vrouw vast, ranselt haar af en pakt dan al haar geld. Hij gaat daarna vrij rustig naar buiten en zet het pas buiten op een loper. Even later zien we het vastgebonden slachtoffer snel hulp halen bij een collega. De zaak zou toch snel op te lossen moeten zijn. Een blanke, stevige man, vrij klein, rond de 25, met eind mei een soort korte hanenkam. Tip als u vermoedt wie hij is. Dat mag ook bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.